Wat zijn we aan het doen? Nou, wij zijn aan het poelen op een gewone tafel. Heb ik het idee. Want dit is wel heel bijzonder eigenlijk, hè? Wat is dit precies? Ja, al sla je me dood, maar ik ben nog op zoek naar de middenpoot. Maar kijk, zo gaan we gewoon doen. Nee, want dit is natuurlijk eigenlijk hartstikke mooi, hè? Wat dit is, een tafel waar je eigenlijk gewoon heel eenvoudig iets op kan monteren. En dat je binnen no time, binnen een paar minuten, dat je gewoon kan spelen. Klopt, hè? Oh ja, denk ik wel. Dat klopt. De band is verschuivbaar. Ai. Niet te snel leegspelen die tafel, hè? Dan heeft de tegenstander niks meer. Oh, dat is waar. Het is wel gezelschap. Ik zie veel kleuren ballen, wat betekent dat? Je speelt met wit, maar ik zie gele en rode ballen liggen en ook zwart. Wat betekent dat allemaal? Nou, ik heb nu geel. Ja. En mijn tegenstander die nu thee aan het zetten is. Precies, dat is Hugo. Ja. Die heeft rood. Ja. En als we al onze ballen hebben weggespeeld, dan moeten we de zwarte. Oké, maak hem uit zou ik zeggen. Ja, dat doen we best. Dit moet van wat in. Ziet er solide uit, maar nu een lastige zwart. De laatste is altijd het moeilijkste. Een lastige zwart, kijk maar. En mist hij, dan ligt hij... Kijk, zie mijn handjes trillen. Dan ligt hij klaar voor de tegenstander. Maar hij mist niet. Daar is hij hoor, de kampioen.